Staat hij aan? Goed zo. Dames en heren, van harte welkom bij de Radboud Universiteit. Dat kennen jullie, want daar zijn jullie vroeger mee in aanraking gekomen. Waar het vaak over gaat in het onderwijs, en dat kent u vast allemaal het verhaal, is dat het vaak gaat over welke onderwijzer heeft je vroeger nou echt gepassioneerd? Wie heeft je nou vroeger geraakt? En wie heeft ervoor gezorgd dat jij op een gegeven moment een bepaalde afslag hebt genomen in je carrière? En een keuze heb gemaakt bijvoorbeeld voor een bepaalde studie. En in mijn geval was dat de studie biologie. Ik heb in Wageningen gestudeerd. Maar ik heb vandaag de grote vreugde om in uw midden mijn vroegere biologieleraar van de middelbare school te hebben. Friet, kun je even opstaan? Deze meneer heeft het allemaal gedaan. Hij heeft dit allemaal veroorzaakt. Als hij mij niet enthousiast had gemaakt voor biologie, was dit allemaal niet gebeurd vandaag. Dus dat komt eigenlijk door hem. Goed, dat is één. Twee, bent u gewend om hier naartoe te komen voor alumni-lezingen. Allemaal heel erg leuk. En dan zit u hier en dan kunt u gaan luisteren naar een mooi verhaal, hopelijk. Dat hoop ik ook vandaag met u te doen. Maar voordat we zover zijn, wil ik graag eerst uw kennis eventjes over het een en ander gaan toetsen. Want immers, u heeft hier gestudeerd en daarna waarschijnlijk ook een carrière in een richting van de wetenschap gehad, neem ik aan. En dus de vraag van wat weten we eigenlijk van dit onderwerp, het gevaar van muggen. En daar kan ik, want dat is mijn hobby, al 20 jaar, daar kan ik heel veel uren met u over praten. Die tijd hebben we helaas niet, we hebben een uurtje. Dus wat we gaan doen is, we gaan even een quizje doen. En de winnaar van dat quizje die gaat naar huis met mijn boek. Met een van de kortste titels uit de Nederlandse geschiedenis, MUG. Dus dit boek is voor de winnaar. Degene die verliezen, ik heb er nog 5 exemplaren bij me. Die mag ik voor de uitgever voor het bedrag van 15 euro vandaag aan u, meegeven. Maar goed, dit is voor de winnaar. Dus we gaan eventjes een quizje doen. En voor die quiz ga ik u verzoeken om eventjes op te staan. Want wij gaan die quiz met z'n allen spelen. Goed. Nou, het is eigenlijk allemaal niet zo heel erg moeilijk. We gaan antwoorden geven. U gaat alle antwoorden geven. Dat is ofwel de linkerarm omhoog, bij ja. Rechterarm omhoog, bij nee. Of u neemt een escape. En de escape die mag u 1 keer nemen. Let op, ik ga op u letten. 1 keer een escape, dan doe je niks. Dan sta je gewoon zo. Maar voor de rest gaat u antwoorden geven. Heeft u het antwoord fout, gaat u weer zitten. In uw geval houdt u het gewoon even zelf bij. Geen probleem. Goed. Wat belangrijker is, is er iemand die geen 2 armen heeft? Moet het altijd even vragen, want dan wordt dat moeilijk antwoorden geven. Maar dat kan dus. Goed. Nou, we beginnen met een hele makkelijke vraag. Wat veroorzaakt malaria? Linkerarm omhoog, dat is het malaria-virus. Rechterarm omhoog, dat is de malaria-parasiet. Komt u maar. Dit zijn biologen, medisch biologen, moleculaire levenswetenschappers enzovoort. Ik denk dat ik hier iedereen laat staan, zo'n beetje. Nou, het goede antwoord is inderdaad de malaria-parasiet. Hier ziet u een rode bloedcel waar merozoïten uitkomen. Het stadium wat zich voortplant in de rode bloedcel. Duidelijk een parasiet, groot, een complex organisme, een eukaryoot. En daardoor een parasiet en geen virus. Heel goed. Iedereen staat nog? Super. Goed zo. Volgende vraag. Nou, klassieker. Als je knoflook eet, word je minder aantrekkelijk voor malaria-muggen. Dus vooral veel knoflook consumeren en dan word ik afstotend voor muggen. Ik geef dampen af die repellent zijn voor muggen. Zegt hij, ja, dat klopt, links. Zegt hij, nee, dat is onzin, rechts. Komt u maar. Ik zie afvallers. Het juiste antwoord is nee. Sterker nog, knoflook doet helemaal niets. Ja, knoflook doet iets. Ik zeg altijd, knoflook houdt mijn naam. Is er onduidelijkheid? Sorry? Jullie houden links en rechts door elkaar. Nou, dan moet je vanzelf. Ik heb hem omgedraaid. Je hebt in de inleiding gezegd, ja. Ah, oké, nee, goed. Rechterarm, nee. Oké, goed. Blijf gewoon rustig staan. Het antwoord is nee. Er is nooit iets aangetoond. Dat is ook wetenschappelijk onderzocht. Er is een trial over gedaan en de data did not provide evidence of significant systemic mosquito repellents. He, dus het werkt gewoon niet, men heeft het gewoon goed uitgezocht. Knoflook eten houdt met name andere mensen op afstand, maar niet zozeer muggen. Waarom zou je proberen knoflook uit
Het heeft ermee te maken dat op het moment dat jij bepaalde voedingsstoffen tot je neemt, tot daardoor de bacterieflora op de huid verandert, zuurgraad van de huid verandert, en daardoor de afbraak van het zweet wat aan de huidoppervlakte komt, geeft een andere geur. Als ik veel koolachtige gewassen eet, krijg ik daardoor een andere lichaamsgeur. En men heeft dus gedacht van dat heeft waarschijnlijk een invloed op het aantrekken dan wel afstoten van mug. Dat zit erachter. Een beetje daaraan gerelateerd is de volgende. Als je bier drinkt, word je meer gebeten door malaria-muggen. Zegt u ja, dat is zo. Bier drinken wordt je aantrekkelijker voor muggen, malaria-muggen. Zegt u nee, dat is ook onzin. Net als die knoflooker dan rechts. Komt u maar. De escape is gewoon niet een hand opsteken. Het juiste antwoord, dames en heren. Beer consumption increases human attractiveness to malaria mosquitoes. Het is zo waar uitgezocht en het is zo waar dat despite individual volunteer variation, beer consumption consistently increased the attractiveness to mosquitoes. Dus het antwoord is ja, je wordt meer gebeten door malaria muggen. Nu gaan er een hoop zitten. Goed. Het juiste antwoord was dus ja. Zijn jullie eruit? Daarachter? Klopt het? Helemaal. Moet het een trappist zijn of is het een plotje genoeg? Nou, dat is wel een goede vraag. Want dat is het kleine addertje wat hier onder het gras zit. Het ging hier niet om een goede leffe blonde, maar het ging hier om een lokaal gebrouwen maïsbier. En dat lokaal gebrouwen maïsbier, dat is meer een pap, hè, met alcohol, met veel alcohol erin, dan een echt goed gedistilleerd biertje zoals wij ze kennen. Maar goed, hè, dat tot daar toe. Volgende vraag. Dat is waarschijnlijk alcohol gerelateerd. Ja, er is ook een Japans onderzoek geweest, ook aan zaken alcohol, en inderdaad hetzelfde aangetoond. Dat de een aantrekkelijker is voor muggen dan de ander, wordt veroorzaakt door lichaamsgeur. Zegt u, ja, dat klopt, het zijn je lichaamsgeuren. Of nee, dat is ook onzin. Volgens mij blijft alles en iedereen nog even staan. Heel goed, het antwoord is duidelijk ja. Als je één keer zit, dan moet je blijven zitten. Ja, één keer zitten is het gebeurd. Eén keer zitten is het gebeurd. Dan doen we niks meer. Dus hier staat, sweat-associated human volatiles are probably the primary determinant factor in the host preference of anthropophilic mosquitoes. Mosquitoes that like anthropos, die muggen die met name mensen bijten, die reageren op onze lichaamsgeuren. Goed. Dan is extreem erg. Extreem erg. In Nairobi zit geen malaria. Het ligt te hoog, 1700 meter. En het is te koud voor malaria-muggen. Zegt u, ja, dat is zo. Of zegt u, nee, dat klopt niet. Lees goed, zou ik zeggen. Dames, gaan escapen? Nee, hebben we al escape is al op. Oké. Okay. Het juiste antwoord is nee. Wat is hier aan de hand? Komen er op 1700 meter malaria-muggen voor? Het antwoord is ja. Zelfs 2 jaar in Nairobi gewoond en er zaten gewoon bij mij in de tuin zaten malaria-muggen. Komt er malaria voor in Nairobi? Nee. Hoe kan dat nu? Want er komen vanuit het laagland komen mensen met parasieten in het lichaam, die komen naar Nairobi toe. Dus die zijn geïnfecteerd. Die worden gebeten door malaria-muggen op die hoogte in Nairobi. Dragen die parasieten over. Dus in principe hebben we muggen rondvliegen met malaria in Nairobi. En het punt is nu het volgende, dat komt de volgende dia. De ontwikkeling van die parasiet, van die Plasmodium falciparum, heeft een tijd nodig in die mug. En dat is temperatuurafhankelijk, want een mug is een koudbloedig organisme, het is een insect. Dus dat betekent dat hoe kouder het is, hoe lager die temperatuur is, hoe langer die ontwikkeling van die parasiet in die mug duurt, eer dat die mug die parasiet weer kan overgeven aan de volgende persoon. En die tijdsduur is zo lang op die 1700 meter hoogte, dat die eigenlijk zo lang is dat die muggen nooit die tijd overleven. Dus die kunnen gewoon niet overdragen. Ja? Dus er komt wel malaria voor, er zijn wel mensen die malaria hebben, er zijn wel malaria muggen, maar er is geen transmissie, er is geen overdracht van de malaria parasiet. Nederland werd officieel vrijverklaard van malaria. Was dat voor of was dat na 1965? Zeg je dat was voor 1965 links, na 65 rechts. Komt u maar. Of een escape. Al gebruikt. Gok je dan? Goed. Het juiste antwoord is na. Nederland werd officieel malaria vrijverklaard in 1970.
We hebben ons laatste geval van lokale malaria-transmissie gehad in 1959. Malaria kwam voor in de kustgebieden, Zeeland, ook een beetje Groningen-Friesland. Maar het laatste geval was van 1959 en we zijn in 1970 officieel vrijverklaard. Quinine, het bekende geneesmiddel tegen malaria, wordt nog steeds gebruikt. Is al heel lang bekend, al sinds begin 17e eeuw. Maar wordt nog steeds gebruikt voor behandelen, ook hier gewoon het Radboud UMC. Waar werd dat eigenlijk ontdekt? Werd dat ontdekt in India, links, of werd dat ontdekt in Peru, rechts? Ja, of een escape. Hij escaped. Het was dus Zuid-Amerika, Peru. De meeste mensen denken, veel van dit soort dingen komen uit Azië, Zuidoost-Azië, Centraal-Azië. Maar in dit geval is quinine afkomstig uit Peru. In eerste instantie ontdekt door de Jezuïten, door de geestelijken die daar zaten. En met de lokale indianen in gesprek gingen over de manier waarop zij koorts onderdrukten. En op een gegeven moment kwamen die indianen met een schors van een boom. En dat was dus de quinineboom. En die lieten dus weten op het moment dat je die kookt. En de alkaloïden die daaruit komen, die kun je dus gebruiken om die malaria-parasieten te doden. Goed, nu heb ik er vier staan en we gaan richting het einde van de quiz. Dit is mijn laatste vraag. Dus wat gaan wij doen? Het is niet meer ja, nee. We gaan nu een getal noemen. En degene die er dichtst bij zit, die gaat dan winnen uiteindelijk. Goed. In het jaar 1623 stierf paus Gregorius de 15e aan malaria. En waar stierf hij aan malaria? Weet iemand dat? Nee, niet aan de katholieke universiteit. Wij waren dat toen nog niet. De paus die zit normaal in Vaticaanstad. Dus dat was in Rome. Ja? Dus eigenlijk, dat was in Italië. Hij kwam te overlijden in Italië. Wat gebeurde er in die tijd? Tijdens de zomermaanden gingen eigenlijk al die geestelijken die gingen naar het hooggebergte rondom Rome heen, om op hogere vlakte te zitten, want daar waren minder muggen. En het risico, net verteld van Nairobi, het risico op malaria-overdracht was daar significant lager. Dus daar gingen die steeds naartoe. Toen hij stierf was het juni. Dus hij moest vanuit heel Europa moesten kardinalen naar Rome toe komen om een nieuwe paus te gaan kiezen. Er moest weer witte rook komen. En nu is mijn vraag, van die 40 kardinalen die vanuit heel Europa naar Rome toe gingen, hoeveel zijn er in die periode dat men de nieuwe paus moest kiezen, gesneuveld aan malaria? Echt gestorven door malaria, Anthony. 23. 15? Ja, ik wou ook 23 zeggen. Ja. Nou, dan... 13. We hebben een winnaar. Dat boek is voor jou. Het waren 6. Mag ik een applaus voor de winnaar? Goed, nou, zoals ik zei, voor degene die dan toch denkt van shit, dat wil ik ook allemaal weten, dan kun je straks even naar mij toe komen, ik heb hier nog een paar boekjes liggen. Goed, slokje water. Dat is de quiz. Even terug naar die malaria. Die malaria, dat is een hele interessante ziekte. Nog steeds een hele belangrijke ziekte, omdat er op jaarbasis nog steeds wereldwijd zo'n 429.000 mensen komen te overlijden aan de gevolgen van deze ziekte, deze parasitaire infectie. We praten hier met name over kinderen onder de 5 jaar en zwangere vrouwen. Dat zijn de voornaamste slachtoffergroepen van deze ziekte. Op jaarbasis meer dan 200 miljoen mensen nog steeds geïnfecteerd met malaria. Eigenlijk de helft van de wereldbevolking loopt continu het risico op besmetting door een enkele muggenbeet. En zo extreem is dit probleem. Echter, als ik dat vergelijk met het jaar 2000, dus ik ga even 18 jaar terug in de tijd, toen lagen de cijfers er nog veel slechter bij. Toen was het aantal sterfgevallen 1,5 tot 2,7 miljoen op jaarbasis. Grove schattingen waren toen, dat werd slecht gemeten. En er werd bepaald dat er tot ongeveer 500 miljard gevallen op jaarbasis te vinden waren, met name dus in de tropische gebieden. Dus daar is een heel belangrijk verschil tussen het jaar 2000 en nu, 2018. En de vraag is eventjes van wat is er nu in die tussentijd allemaal gebeurd? En wat ik laat zien hier is uiteraard de kaart van Afrika. En wat u ziet is hier de prevalentie, dus het aantal, de proportie van kinderen in de leeftijd tussen 2 en 10 jaar. Het percentage daarvan wat rondloopt met Plasmodium falciparum, de meest dodelijke malaria-parasiet. En u ziet dus hier, als we het rood ingaan, is dat bijna 100%. Congo veel, geel ook erg hoog, maar blauw wordt dan heel veel minder. Dit was het jaar 2000. Zo lag malaria erbij. Dus in sommige gebieden, delen van Afrika, gewoon bijna ieder kind geïnfecteerd met de ziekte.
Nu ga ik de kleur van de kaart ga ik laten veranderen. En dan ziet u wat er in de afgelopen, tussen 2000 en 2015, gebeurd is. Je ziet eigenlijk dat rood is nu verdwenen van de kaart. Rood is weg. Zelfs in de hele moeilijke landen. Congo, Centraal-Afrikaanse Republiek, Tjaad, Zuid-Soedan. Allemaal de gebieden waar we veel onrust hebben, waar burgeroorlogen zijn. Zelfs in die gebieden zijn we succesvol geweest in het terugdringen van malaria. En de grote vraag is natuurlijk, wat hebben we gedaan? Wie? Wat hebben we gedaan in die tijd? Sorry? Muggen verdelgd, ja. Hoe? DNA-rommel. DNA-rommel. Allemaal niet nog. Allemaal niet. Hij zit er dichtst bij. De vruchtbaarheid? Van? Genetische bestrijding van muggen? Ja? Nee, nog nergens. Nog nergens in Afrika tot op dit moment. Leest u wel in de krant, maar het is nog niet ingezet. Ja, ik hoor hier een hele goede klamboe. Ja, maar dat zijn geen malaria-muggen. Dat zijn muggen die filariasis overdragen. De klamboe hoor ik, dat is een absoluut gegeven. Wat nog meer? Ja, ja, DDT. We hebben... Nee, DDT niet. Nee, dat gebruiken wij als we op vakantie gaan, maar dat wordt in Afrika eigenlijk nauwelijks gebruikt. Ik mis er nog één. Dus we hebben het spuiten binnenshuis, op de muren, waaronder DDT. We hebben de klamboe, geïmpregneerd met insecticide. En wat hebben we nog meer? Het derde? Ja, heel goed. ACT's, de actinomycine combinatietherapie. Dus er zijn drie dingen die we goed gedaan hebben. En dat ziet u hier. Eigenlijk zitten we weer terug op dat plaatje. Dit is die prevalentie, dus het percentage kinderen wat rondloopt met parasieten. Dat was over het hele continent ongeveer 33% gemiddeld. 1 op de 3 kinderen. Hier de jaartallen 2000 tot 2015. En dan ziet u wat er gebeurd is. We zijn omlaag gegaan tot nu. Nu zitten we op ongeveer 16%. Dus 16% van alle kinderen tussen 2 en 10 lopen nu nog met parasieten rond over 2015. Nou, die afname, als we niks hadden gedaan, waren we op die zwarte lijn gebleven, was het hier geweest. En de afnames die zijn hierdoor veroorzaakt. 68% van die terugdringen van malaria kwam door het inzetten van die klamboe. Geïmpregneerde klamboes. We hebben meer dan 1 miljard klamboes uitgedeeld in Afrika. Meer dan 1 miljard. Dus dat zijn gigantische aantallen. Vraag? De vraag is, heb je georganiseerd voor het droger worden? Niet als het dat zo is, dus minder oppervlakte water waarin die muggen enzovoort. Nee, is niet meegenomen. Wordt ook niet gemeten. Eigenlijk wat er gebeurt is, die Wereldgezondheidsorganisatie heeft met ieder land in Afrika, dat is van 55 landen, ieder land heeft een National Malaria Control Program en zij zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van data naar Genève. Genève maakt op basis daarvan een rapport. Ja, je zou het kunnen gaan meerekenen. Uiteindelijk gaat het ook wel een rol spelen. Climate change, hebben jullie vorige maand gehoord. Climate change gaat ook in dit verhaal wel een rol spelen. Nairobi wordt dus nu warmer, dus de kans op transmissie in Nairobi, in hogere gebieden, is belangrijk aan toenemen. Goed. Wat betekent ACT? ACT betekent actinomycine combinatietherapie. Dus waar vroeger hadden we de chloroquine, vroeger hadden we de paludrine, voor de reizigers onder jullie die dat wel eens hebben moeten slikken. Dat waren je profilaxen en het gebruikte ook om te behandelen. Echter, een monotherapie, dus één enkele stof waarmee ik die parasiet probeer aan te pakken, levert vaak binnen afzienbare tijd resistentieproblemen op. Dus wat doen we? We vallen die parasiet nu op meerdere fronten tegelijk aan. We proberen meerdere fysiologische mechanismen van die parasiet te doorbreken en daarmee de kans op resistentie terug te dringen. Dus nu hebben we het over de CT combination therapy. Allemaal op basis van Artemisia. En Artemisia is net als quinine een stof die komt uit een plant. Artemisia annua, wormwood. En die plant die komt uit de Chinese traditionele geneeskunde. Is al meer dan 2000 jaar geleden werd die plant ontdekt om koortsen terug te dringen. En 22% komt dus door afname, komt dus door die therapieën en 10% komt door dat spuiten, waaronder andere met DDT. Dus, in 15 jaar tijd, 700 miljoen gevallen van malaria weten te voorkomen, 6,2 miljoen levens gered door deze technieken goed in te zetten. De grote vraag waar iedereen nou mee aan het struggelen is van wat nu? Wat moeten we nou nog doen om dit verder naar nul terug te krijgen? Daar zit een hele grote uitdaging. Waar mensen als Bill Gates zich erg druk over maken, geld in stoppen. Onder andere in het DNA-gerommel, onder andere in genetische bestrijding. Dus nieuwe technieken toevoegen aan dit pakket om te proberen om uiteindelijk terug te gaan naar nul. Dat was een vraag. Ja, als er niks als
Ja. Dit is gewoon, dit is een beetje algehele economische ontwikkeling. Mensen gaan leven in betere huizen. Dus de gemiddelde Afrikaan heeft op dit moment meer te besteden. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn een aantal landen enorm economisch in de lift. Ghana heeft een economische groei van bijna 10% per jaar. Dus daar komen steeds meer mensen uit die absolute armoede, komen eruit, krijgen een net iets beter leven, gaan in een net iets beter huis wonen, een huis waar ze in één keer horen voor het raam kunnen plaatsen. Ze kunnen meer van die klamboes zelf kopen. Ja, en daarmee kunnen ze zelf die transmissie terugdringen. Malaria is en blijft een armoedeziekte. Ja, dat houdt elkaar in stand. Pak je malaria aan, pak je armoede ook aan. En vice versa. Toch lijkt het ook niet te suggereren van hoeveel gewoon zo doorgaan. Ja, maar dan kom je dus tegen de problemen aan die we nu hebben. Daar kan ik lang over praten, daar hebben we nu geen tijd voor. Resistentie van muggen tegen de insecticiden die gebruikt worden op de klamboe. In Zuidoost-Azië hebben we nu artemisine combinatietherapie resistentie. Toch die parasiet resistent geworden, ook tegen deze combinatiemedicijnen. In Cambodja op dit moment, maar is aan het uitwaaien, richting Laos, Vietnam zit het al. En men is als te dood, tot op een gegeven moment iemand met parasieten in een vliegtuig stapt, naar Afrika reist, daar gebeten wordt door Afrikaanse malariamuggen en daar die parasiet gaat doorgeven, want dan zijn we in no time van deze medicijnen af als goed curatief middel. En dan hebben we echt een serieus probleem. Dus er moeten nieuwe dingen worden toegevoegd aan dit pakket. Wat? Moet nog blijken. Er is meer. En dan gaan we een beetje richting dat gevaar van die muggen. Ondanks het feit dat wij in de medische wetenschap erg veel vooruitgang hebben geboekt in de laatste halve eeuw, zijn er nog steeds problemen. En het probleem wat nu op dit moment speelt, is het probleem van gele koorts. Gele koorts, een virale infectie, wordt ook overgedragen door muggen. Weliswaar een andere soort mug, maar is overgedragen door muggen. Daar hebben we recentelijk een grote uitbraak van gehad in Angola en in Congo. En interessant genoeg is gele koorts een ziekte die we met een vaccin kunnen aanpakken. En waarschijnlijk het beste vaccin wat we ooit als mensheid hebben geproduceerd, is het vaccin tegen gele koorts. Vroeger moest je iedere 10 jaar een boostershot halen. Tegenwoordig is het advies 1 keer en je bent voor het leven lang beschermd. Dus we hebben hier een ziekte die we eigenlijk gewoon mondiaal zouden kunnen uitroeien, net zoals we met polio proberen. Als we gewoon maar zorgen dat we het vaccin bij mensen krijgen. En daar zitten de grote uitdagingen, daar zitten het grote probleem, want dat lukt ons heel slecht. Sterker nog, het lukt ons heel slecht om voldoende vaccin te produceren. Heel en uitermate triest dat we als mensheid niet in staat zijn om voldoende vaccin te produceren om een ziekte waar je 1 shot voor nodig hebt om voor je leven lang beschermd te zijn, om dat voor elkaar te krijgen. Het was zo erg dat in Congo men op een gegeven moment maar besloten heeft om 1/10 van de dosis van het vaccin te geven, om maar iets van bescherming te kunnen leveren aan kinderen daar. Heel triest. Dus, zelfs, want dat is altijd de respons die we krijgen als je zo'n uitbraak van zo'n ziekte hebt, snel vaccineren, zelfs dat betekent niet dat je van een ziekte af bent. Op dit moment zit gele koorts weer terug in Brazilië, staat veel in het nieuws op dit moment. En nu 1 op de 3 die daar geïnfecteerd raakt met gele koorts is einde verhaal. Dat is een heel ander verhaal dan Zika, daar heeft hij over in de kranten gelezen. Waar 4 op de 5 mensen niet eens merken dat ze iets hebben. Die zijn asymptomatisch. En 1 persoon krijgt iets van een griepje, maar daar kom je niet aan te overlijden. Ja? Maar bij gele koorts is dat een heel ander verhaal. Nederland? Waarom is dat vaccin? Is dat economisch? Het is ook productie. We hebben eieren nodig om het te produceren. We hebben nog geen grootschalige productie van gele koortsvaccin voor elkaar gekregen. Daar zit een hele uitdaging in. Men is daarmee bezig, maar op dit moment heeft men nog steeds eieren nodig om vaccin te maken. En 10% is niet voldoende om... Dat weten we niet eens. Dat is een beetje triest. Dat is een beetje als guinea pigs Congolezen gebruiken. Maar goed. Even naar Nederland. Wij hebben in Nederland ook problemen. We hebben in Nederland op dit moment het Usutu-virus. Iemand bekend met het Usutu-virus? Nee, hè? Wel iemand. Wat weet je ervan? Ja. Ja. Nou, vogels, merels, spreeuwen. Ja, klopt. Usutu-virus is een virus. Weet je waar het vandaan komt? Ja. Het Usutu-virus komt uit Zuidelijk Afrika. Is waarschijnlijk ooit met een vogel, een trekvogel, denk aan een boerenzwaluw, terugkomen helemaal naar Europa en kan dus worden overgedragen door Nederlandse Culex-muggen, zoals je aangeeft. Op dit moment zult u het merken, als u gaat letten van waar zie ik nog merels, met name in het centrale deel van Nederland,
daar hebben de merels heel zwaar te lijden, spreeuwen ook, onder dit Afrikaanse virus. Voorbeeld van een Afrikaans virus, gewoon door Nederlandse muggen overdragen in Nederland. En je noemde zelf West-Nijl al. West-Nijl is het grote virus waar we ons zorgen over maken. Want dat zit al in allerlei vogelpopulaties door Europa heen. Heeft al humane infecties veroorzaakt in zuidelijk Europa, waaronder Griekenland, by the way. En men is dus als dood dat dit soort ziekten zich verder gaan verspreiden. Het chikungunya-virus, iemand van gehoord? Ja, maar ook weer weinig. Het chikungunya-virus zit nu ook in zuidelijk Europa. Usutu hier heeft inmiddels 2 mensen geïnfecteerd in Italië. Waardoor komt dat? Die virussen die muteren continu, die veranderen continu hun jasje, passen zich aan nieuwe gastheren. Ja, en hebben op een gegeven moment een hele grote plas met bloed, en dat zijn wij, waar ze zich graag in willen vermeerderen. Dus die zijn aan het muteren om te kijken of ze ook in mensen straks kunnen gaan overleven. De ziekten die ooit weg waren, die komen weer terug. Dengue, knokkelkoorts, komt oorspronkelijk uit Westelijk Afrika. Heeft een lange omweg gemaakt over de planeet heen. Is nu weer terug. Nu zijn er bepaalde serotypen van het virus die circuleren in Afrika. Waar de mensen hun natuurlijke immuniteit door al die tientallen jaren, eeuwen heen zijn kwijtgeraakt. En nu weer geïnfecteerd kunnen worden. Dus oude problemen komen terug. Waardoor komt het nou eigenlijk dat we dit allemaal zien gebeuren? En eigenlijk de reden waardoor dit allemaal gebeurt. We beginnen hier zo rond een uur of 6 s'avonds Nederlandse tijd. Dit is aan de oostkust van de Verenigde Staten. En ieder stipje wat je hier ziet is een vliegtuig wat over de Atlantische Oceaan heen gaat. En dan zo'n 6 uur onderweg is. En dan met 6 uur tijdsverschil. Dus zo rond rondsmorgens 6 uur komen die vliegtuigen aan op Heathrow. Maar ook Amsterdam, Charles de Gaulle en allerlei andere vliegvelden in Europa. Ieder toestel hier, laten we eventjes gewoon zeggen, ieder toestel hier heeft iets van 200 mensen aan boord. En dat betekent dus dat we een gemiddelde hoeveelheid bloed van 5 liter per persoon hebben. Dus ieder stipje wat u hier ziet, dat is 1000 liter bloed, wat op 11 kilometer hoogte gewoon door de lucht gaat. En die zee van bloed die wij met z'n allen creëren, dat is op dagbasis stappen er nu 8 miljoen mensen in een vliegtuig om een langere afstand te vliegen. 8 miljoen iedere dag. Dus dat is 40 miljoen liter bloed in de lucht. Met mogelijk virussen, parasieten, bacteriën, wormen. Je kunt het zo gek niet verzinnen wat daar allemaal in kan zitten. En dat betekent dus ook dat op het moment dat jij een backpacker hebt die ergens in een grot in Maleisië of in Borneo diep in de jungle geweest is en daar in een grot heeft rondgelopen en geïnfecteerd is geraakt met god weet wat voor virus, wat een incubatieperiode heeft van 1 of 10 dagen. Nou, deze persoon die stapt in het vliegtuig komt aan in Amsterdam en kan hier gewoon zo andere mensen met datzelfde virus infecteren. We hebben dat een beetje meegemaakt 2014, 2015, net toen hadden we de ebola-uitbraak in West-Afrika. Toen zijn er een aantal gevallen geweest van export van ebola. Toen hebben we ook een hele hoop momenten gehad dat we heel voorzichtig waren. Er zijn momenten geweest dat mensen op de autoweg hier in Nederland, de A2, zijn aangehouden en in quarantaine zijn geplaatst, omdat we dachten dat deze mensen ebola bij zich hadden. Dat is de nieuwe wereld. Dat is de globaliserende wereld van ziekte. En we hebben een aantal voorbeelden meegemaakt in de recente geschiedenis. Dat begon eigenlijk in 2007. Dat was de eerste keer dat we dat zagen in Europa. En dat gebeurde in Noordoost-Italië. Het was een klein dorpje daar en daar kwam een meneer uit India, uit Kerala, het zuiden van India. Die ging op bezoek bij familie in Italië en deze meneer die was geïnfecteerd met het chikungunya virus. Had nog geen symptomen, was nog niet ziek, maar bracht dus dat virus over vanuit India naar Italië. In Italië was inmiddels al vergeven van tijgermuggen, eerste keer aangetroffen in 1990, dus 17 jaar later. En daar vlogen veel tijgermuggen rond, die beten deze meneer. En binnen een tijdsbestek van 3 weken waren er 200 mensen die geïnfecteerd waren met het Afrikaanse chikungunya virus. Dus je hebt een Afrikaans virus, je hebt een Aziatische mug, die komen elkaar tegen op Europese bodem, in Italië, en verzorgen een uitbraak. Dat had toch een signaal moeten zijn, lijkt mij zo. Er is van die 200 mensen is er 1 persoon komen te overlijden, een oudere man. Daarna moesten we even wachten, 5 jaar. Wij als biologen gaan dan modelleren. Wat is het risico dat dit nog een keer gebeurt? Er worden heel veel artikelen over geschreven. En toen was eigenlijk het verdict was, nou, de kans dat dat nog een keer gebeurt is wel heel erg klein. Dus we hoeven ons niet zoveel zorgen te maken. Ja, 2012 komt er een individuele reiziger uit Venezuela. Een man stapt op het vliegtuig
en is geïnfecteerd met het knokkelkoortsvirus, met dengue. En die vliegt voor een vakantie naar Madeira, Portugal. Dus komt op het eiland Madeira aan, wordt gebeten door Aedes aegypti, de gele koortsmug. Oorspronkelijk afkomstig ook weer uit Afrika. Ja, grote getalen vliegt hij daar rond. En in een tijdsbestek van 3 maanden worden daar meer dan 2000 mensen geïnfecteerd met het knokkelkoortsvirus. Dus dan hebben we een virus wat oorspronkelijk uit Afrika komt, is overgebracht naar Zuid-Amerika. Vanuit Zuid-Amerika komt een reiziger terug. Die mug die komt uit Afrika, die heeft zijn weg weten te vinden naar Madeira. Dat hele zootje komt bij elkaar op dat eiland en zorgt voor een epidemie waar meer dan 2000 mensen door geïnfecteerd raakten. Hier ziet u wanneer dat gebeurde, dus eind 2012, begin 2013, deze periode, ziet u de gevallen cumulatief. Dus er zaten ongeveer 2200 gevallen, dus de blauwe lijn. En hier zie je het aantal gevallen per week. Dus echt zo'n epidemie die echt even over het eiland heen raasde. Maar wat nog veel interessanter is, is eigenlijk wat er daarna gebeurde. Zelfde tijdsperiode, rond september, oktober tot begin januari 2013. En dan ziet u hier het aantal gevallen wat uiteindelijk het eiland verlaat met dengue. Dus daar waren ook reizigers, vakantiegangers, die raakten geïnfecteerd met knokkelkoorts op het eiland en namen de ziekte daarna mee naar andere plekken. En gelukkig maar dat dit was januari. Dus als dit zomer was geweest, dan was de kans groot geweest dat die mensen geïnfecteerd muggenpopulaties elders in Europa hadden kunnen besmetten. Interessant is ook deze grafiek. Hier diezelfde periode, het begon eigenlijk zo'n beetje in september, heeft geduurd tot januari 2013. En hier ziet u gevallen uit Duitsland, van Duitse reizigers, dat zijn de paarse streepjes. En de Engelse gevallen, dat zijn de oranje streepjes. En die streepjes is eigenlijk de periode waarin die mensen op het eiland op vakantie waren. Dus de lengte, hoe langer dat streepje is, hoe langer de vakantie duurde. En het bolletje laat dan zien wanneer die mensen symptomatisch werden, wanneer ze ziek werden. En je ziet eigenlijk, en dat is heel interessant, is dat die bolletjes die komen eigenlijk bijna allemaal nadat de personen al van het eiland af zijn. Dus ze zijn allemaal al thuis. En dat geeft dus aan hoe groot dat risico is dat die mensen gewoon met zo'n virus gaan reizen en daar mogelijk dan andere muggenpopulaties mee kunnen infecteren. Bij dengue heb je 4 serotypen. Op het moment dat je dus 1 serotype hebt rondwaren, dan bouw je daar immuniteit mee op. Vaak zien we dan ook dat kudde immuniteit intreedt. Dus je krijgt een hele grote piek. Veel meer mensen raken geïnfecteerd, die worden allemaal immuun. En dan heeft het virus geen kans meer, sterft het vanzelf uit. Nee, geen. Dus dat was gunstig. Maar dengue kan je wel voor een aantal weken behoorlijk onderuit halen. Dat is vervelend. Goed, dat lijkt allemaal ver van ons bed. Dat is Madeira en dat is Noordoost-Italië, dus dat is nog niet Noord-Europa. Maar, en dat heeft u waarschijnlijk wel in de pers kunnen volgen, het gebeurt met regelmaat dat wij in Nederland invasies hebben van zogenaamde invasieve exotische muggen. Die komen naar Nederland toe. De eerste keer dat dat gebeurde was door een voormalig student van mij. In 2005 werkte hij in Kassen in het Westland. En daar werd hij voor het eerst gewoon lastiggevallen door muggen die hem overdag aan het bijten waren. En hij vroeg zich af van wat zijn het voor rare beesten. En hij is gaan kijken en dat bleek dus die Aziatische tijgermug te zijn. En die tijgermug die hebben we sindsdien, ieder jaar, hebben we uitbraken in Nederland. Sindsdien is het ook zo dat ieder jaar we die uitbraken nog onder controle hebben weten te houden. Dus de NVWA, die is belast met het bestrijden van uitbraken, is tot nu toe, petje af, daar steeds zeer succesvol in geweest. Althans, voor wat betreft die tijgermug. Er zijn 2 routes waardoor deze beesten binnenkomen, dat zal ik zo meteen laten zien. Maar het punt van dit is, vanuit Veenendaal, het interessante is dat niemand weet waar die eigenlijk vandaan kwam. En het interessante in het geval van Veenendaal is dat het weer een biologieleraar was die toevallig dacht van, hé, wat een raar beest wat mij hier blijft. Anders hadden we het niet eens geweten. Ja? Dus iemand merkte op dat we daar in één keer een uitbraak van tijgermuggen hadden. En we weten niet waar hij dus vandaan is gekomen. Hetzelfde hebben we in Lelystad gezien al een lange tijd geleden, al in 2013-14. Toen hebben we daar voor het eerst de uitbraak gehad van de Japanse bosmug, de Aedes japonicus. En deze mug, daar hebben we de strijd wel tegen verloren. Op het moment dat we erachter kwamen waar die al allemaal zat, was het eigenlijk al te laat. Dus als u naar Lelystad gaat, met name in het gebied waar de volkstuintjes zijn, daar loopt u een goede kans om gebeten te worden deze zomer door een exotische mug, de Japanse bosmug. En wat zeggen we dan? Ja, is dat nou een gevaarlijk beest? En in die tijd was de kennis zo van, nee, eigenlijk niet. Althans, we wisten niet dat dit beest ziekte zou kunnen overdragen.
Dus, wat heeft VWS en NVWA gezegd, RIVM? Nou ja, dan hoeven we ons niet zoveel zorgen over te maken. Dus ja, laat dan maar gaan. Dat was 2014. 2015 komen maar twee publicaties, Amerikaans onderzoek, dat het beest wel degelijk in staat is om West-Nijl-virus over te dragen. En een hele serie aan andere virussoorten. Dus nu is het in één keer van, oeh, we hebben wel een probleem. Ja, en inmiddels is die populatie in Lelystad, die dus niet meer te bestrijden is. Ik heb daar recentelijk in een interview over gezegd, en dat meen ik serieus, het werd lacherig gebracht, maar ik meen het serieus. Ik denk dat we hier het leger voor zouden moeten inzetten om hier vanaf te komen. Van tuin naar tuin, van plekje naar plekje, alle water opruimen, heel consequent, alles gewoon aanpakken. Dan kun je er nog vanaf komen. Maar nu, op dit moment, is het een verloren battle. Aalten in augustus 2017, weer hetzelfde als in Veenendaal. In één keer, out of the blue, vliegen daar een hoop tijgermuggen rond. Meer dan 100 werden er gevangen in Aalten. We hebben geen idee waar ze vandaan kwamen. En dat baart zorgen. We krijgen nu uitbraken die we niet meer kunnen verklaren. En dat geeft een belangrijk risico. Ik heb praten weer over het enthousiasmeren van jonge mensen. Ik heb twee studenten die een profielwerkstuk hebben gedaan van 6 VWO, die heb ik begeleid. En we hebben samen een onderzoekje uitgevoerd in Aalten. Ze zijn gewoon bij de supermarkt gaan staan. Mensen die naar de buiten kwamen, gewoon interview afgenomen. Wat weet u van tijgermuggen? Weet u waar ze vandaan komen? Weet u hoe we ze bestrijden? Blablabla. Heel leuk onderzoekje en dat gaan we nu publiceren. Goed. Die Lelystad-uitbraak is zich aan het uitbreiden. Dus nu zitten die beesten al in Zeewolde. En daar zitten ze bij een aantal boerenbedrijven. En waarom? Omdat die hebben nou juist allemaal mooi die autobanden liggen. Daar komt natuurlijk regenwater in te staan. Ideale broedplaats. Die boer die weet dat niet. Ik kan die boer niks kwalijk nemen. Maar er moet dus wel goede voorlichting komen dat dit soort zaken een groot probleem kunnen vormen. Nou, waarom die autobanden? Die autobanden en vliegtuigbanden en tractorbanden en zo. Er is een grote levendige industrie wereldwijd in banden. Die banden die komen ook naar Nederland toe. En die worden verwerkt door circa 35 bedrijven in Nederland, die banden verpulveren en die gooien ze dan op sportvelden. Daar is ook het een en ander over te doen, dat weet u ook. Maar goed, daar gaan we nou niet over praten. En we maken er kunstgras van en allemaal dat soort zaken in Nederland. Nou, mooi. Maar die banden die komen van over de hele wereld. Dus die komen ook uit hele verre gebieden. En wat gebeurt er nou als dit een dump is ergens in, ergens in Zuidoost-Azië, Korea. Het regent daar, dan komt er water te staan in die banden. Ideale broedplaats en die tijgermuggen die komen, die leggen hun eitjes in die banden. Water droogt op, dan heb je die eitjes gewoon droog in die banden zitten. En die eitjes die kunnen voor een langere periode overleven in droge vorm. Dus als ik die dan in een container gooi en die komen naar Nederland, Rotterdam, die komen naar het opwerkingsbedrijf. Container gaat open, ze worden hier gewoon buiten gegooid, komen in de Nederlandse regen terecht. En die eitjes komen onder water te staan en dan heb je dus gewoon Aziatische muggen rondvliegen in Nederland. En dat is wat steeds opnieuw weer gebeurt. De tweede. Ja, daar kunnen we heel lang over praten. Want een aantal andere containers, daar wordt fosfor ja. pH 3 in gedaan. Ja. En waarom mag dit soort idioten dan zeggen? Ja, wij hebben arbo-wetten in dit land. Dus wij mogen niet zomaar meer ieder insecticide sprayen in containers. Het zou makkelijk zijn, hè? Even sprayen, deur dicht, even laten wachten en dan klaar. Oh, aan die kant. Nee, aan die kant gebeurt helemaal niks. Aan die kant gebeurt niks. We blijven gewoon importeren. En wat hebben we in Nederland gedaan? We hebben een zogenaamd convenant. Dus de overheid heeft met de branche, met de sector, een convenant afgesloten. Waarin men heeft verklaard dat men het materiaal, de banden, droog zal opslaan. Dus als importeur moet ik mijn banden ergens onder een dak leggen, dat er geen regenwater bij kan komen. Dat klopt, dan heb ik ook geen probleem. Maar ja, dan moet ik wel een groot dak gaan bouwen voor die duizenden banden die ik heb liggen. En dat kost natuurlijk. Convenant is niet bindend, is niet rechtsbindend. Er vindt dus ook geen handhaving plaats. Dus die notoire mensen in Montfoort, in Weert, er zijn een aantal importeurs, die lappen het letterlijk aan hun laars. En die zorgen voor deze problematiek. In principe niet. Ja, dus in principe is het zo dat ik heb eerst een persoon nodig die een virus draagt, wordt gebeten door de mug. De mug moet zelf het virus ontwikkelen, kan na verloop van tijd het virus doorgeven aan de volgende persoon. Dat noemen we horizontale transmissie. Okay? Maar als ik als vrouwtjesmug mijn bloed heb genomen en dat bloed was geïnfecteerd met virus, kan het ook in bepaalde gevallen voorkomen dat ik het virus doorgeef aan al mijn nageslacht. Dus alle eieren zijn dan ook geïnfecteerd met virus. Dat weten we, want we hebben ook mannetjesmuggen rondvliegen met virus.
En mannetjes nemen geen bloed, dus dat moet via verticale transmissie komen. Maar verticale transmissie is zeldzaam. Komt gelukkig weinig voor. Want anders, ja, als je ze dan binnenbrengt, dan heb je dus al veel grotere kans op problemen. Tweede route is geluksbamboe. Dat kent u allemaal uit de boeketjes met bloemen. Daar zit die krulstaart zit erin. Deze plantjes die komen als hele kleine stekjes komen die naar Nederland toe. Die worden in het Westland worden die opgekweekt. En in China, het zuiden van China, leggen die muggen leggen aan de basis van die stekjes leggen ze eitjes. Zetten ze daar af. Eitjes gaan hup de container in. Komen naar Nederland. Komen hier onder water te staan of op Shell. En dan komen die eieren uit en dan heb je die muggen rondvliegen. Dus dat zijn de twee belangrijkste invoerroutes. Dat weten we al voor langere tijd. Aziatische tijgermuggen komen, zoals het zegt, uit Zuidoost-Azië, Japan, deel op Madagaskar, maar meeste in Oost-Azië. Daar zat hij oorspronkelijk. Allereerste keer dat we tegen dat probleem aanliepen, was in 1972. Vanuit Vietnam kwamen de troepen terug naar Amerika met materieel en daar zaten ook eieren in. Dan hadden we de eerste uitbraak van tijgermuggen in Los Angeles, 1972. Dus we wisten het al. Eerste uitbraak in Europa in Lach, in Albanië. Banden die uit China kwamen, waar in één keer een grote explosie van tijgermuggen uit voortkomt. Dus toen wisten we al in Europa waar het probleem zat. 1983, Memphis, Tennessee. De eerste keer een uitbraak op een begraafplaats. Een begraafplaats waar je een hoop vaasjes hebt met bloemetjes en zo. Dus regen erin, regenwater. Dus ideaal voor die muggen om zich in te ontwikkelen. 1985, Houston, Texas. De eerste grote uitbraak in Amerika die we niet meer onder controle kregen. Nu zit die tijgermug door heel het zuiden van de Verenigde Staten. 1990, de eerste uitbraak in Genua, in Italië, op een kinderspeelplaats. Waar iemand dacht van, weet je wat, leuk, we gooien daar wat banden neer, voor die kinderen kunnen ze mee spelen. Banden komen onder water te staan en dit was het begin van het probleem in Europa. Begon in Genua. Meteen daarna, hetzelfde jaar, in Padua een uitbraak. Dan gaat het heel snel. Ik klik er nou even snel doorheen. En u ziet hier, dit is de meest invasieve mug ter wereld. Ja? Dus zijn nu eigenlijk, nou, gaan we tot 2004, inmiddels is het nog veel, veel verder doorgegaan. Goed, even de kaart voor Europa. De rode gebieden is nu waar de tijgermug zich gevestigd heeft. Dus die mensen die denken van, ik ga niet naar de tropen met allemaal die enge ziekte, dat is niks voor mij. Nou, als je met je caravan naar Zuid-Europa rijdt, rij je er middenin, al tegenwoordig. Ja? Met al die virussen die er rond waren, plus die tijgermug, wordt het heel interessant. Groene gebieden zijn schoon, gele gebieden zijn uitbraken geweest, maar nog geen vestiging. En grijs is niet gemonitord. Dit was de situatie in 2016, januari 2016. Ik ga een jaar vooruit nu, dit is 2017. En kijk naar bijvoorbeeld deze gebieden. Kijk naar wat er hier gebeurt. Kijk naar wat er in Oost-Europa gebeurt, Griekenland. Dus je ziet in tijdbestek van één jaar wat er gebeurt aan die verspreiding van die soort. En nu ga ik nog één jaar verder. Dit is 2018 en nog meer rood. Het gaat heel, heel hard op dit moment. Ja. Hoe komt het dat Nederland eruit spreekt met zijn gele? Omdat wij dus allemaal die import hebben van die autobanden en allemaal die import van die geluksbamboe. Andere landen? Nee, wij zijn... Oh, dat is een goede vraag. Wij zijn vanuit, voor wat betreft Europa, zijn we de doorvoerhaven van geluksbamboe. Alles wat uit Azië van geluksbamboe naar Europa komt, als het naar Frankrijk komt, komt het via Nederland. Dus alles wordt hier opgekweekt en dan gaan we Europa in. Ja. Ja, zou je zeggen, ja. Goed. Het interessante is dus deze. We zitten nu zo ver noordelijk, want ze zijn uiteindelijk de Alpen overgekomen met transport, met vrachtauto's. Ze zijn terechtgekomen in het zuiden van Zwitserland en dan via de autoweg terechtgekomen in Duitsland. En dus die interessante is nu hier Karlsruhe. Dus we hebben nu gevestigde populaties van tijgermuggen in Karlsruhe. Nou, hier de... En dat is interessant, want in vogelvlucht is Karlsruhe nog maar 300 kilometer verwijderd van het Vrijthof in Maastricht. Dat vind ik toch wel leuk om te vertellen. Dus nog maar 300 kilometer. Zijn wij erop voorbereid? Want het probleem in dit hele plaatje kun je ook zien. Het probleem van waar straks die tijgermug zit, kun je ook zien. En dat is namelijk hier. Hier komt water onderin te staan, wat straks broedplaatsen gaat vormen voor tijgermuggen. In Rome zijn er al plekken in de stad, waar in de zomer, uit dit soort roostersjes, dat de mensen die er zitten, dat ze 10 beten per minuut krijgen. 10 beten per minuut. Dus dat is bijna onleefbaar. Ja, zulke hoge aantallen. Nou wil ik niet meteen gaan zeggen dat dat ook in Nederland zal gaan gebeuren, maar we moeten er rekening mee houden, dat vroeger of later, dat we dit soort soorten gevestigd in Nederland zullen zien. En die tijgermug
kan meer dan 20 verschillende soorten virusziekten overdragen bij de mens. Dus dat is een beest dat we eigenlijk niet moeten willen hebben. Nou, dat is hem dan. Deze soorten zijn antropofiel, die houden van mensenbloed. Dus die komen alleen maar op u af. Die komen niet op dat vogeltje af. Of die hond, of die kat, of die kip. Wij zijn de geprefereerde gastheer voor deze beesten. Als ik midden in de Amazone zit waar geen mensen wonen, hoef ik me niet zorgen te maken over dit soort beesten. Alleen maar waar mensen wonen. Groot probleem is, ze bijten overdag. Dus ik kan, voor wat betreft malaria, ga ik gewoon lekker onder mijn klamboetje slapen. Niks in de hand. Maar dit soort beesten, die bijten gewoon overdag. Dus ik zit mijn cappuccinoetje te drinken op het San Marcoplein in Venetië. En ik word gepakt. En dat is ook echt zo, in Venetië trouwens. Dus dat is heel vervelend. En ze zitten in en rondom huizen. Met name dat inhuizen is een probleem. Want u heeft vast ook wel eens die plaatjes gezien van die grote trucks die dan rondrijden met grote wolken insecticiden die eruit gespuwd worden. Wat is de eerste reactie van mensen als dat ding de straat in komt? Alle ramen dicht, alle deuren dicht. Dus iedere mug die binnen zit, die overleeft. Ja, dus dat is echt window dressing om van het probleem af te proberen te komen. Goed. Ik heb weer een vraag. Maar nu kunt u gewoon blijven zitten. Als ik dat wil aanpakken, dit soort problemen, dus straks heb ik tijgermuggen op de Vrijthof en ik ga daar zitten, nou ja, dan zie ik dit soort dingen, die zijn bij het Kruidvat, bij allerlei winkels, drogisten kun je dit soort producten kopen. Hè? Dus die polsbandjes geïmpregneerd met citronellenolie, beschermen die nou tegen dit soort muggen die onder andere Zika overdragen? Wie zegt van ja? Wie zegt, nou, het werkt een beetje? Ja, en wie zegt het werkt niet? Het werkt niet. Ja, dan komen we dus bij een ander probleem. Het probleem is nu dat we dit soort producten op de markt hebben. En ik zal het meteen laten zien. Seeing is believing. Dus wat ik hier doe, is ik heb hier een spiksplinternieuw product. Wat ik uit de verpakking heb gehaald. Ligt hier, de verpakking. En dit is een tabletje. Dat tabletje is geïmpregneerd met citronellenolie. Dat doe ik hier om mijn pols. En hier achter mij staat... Sorry? Hier... Dat ben ik. Een paar jaar terug, maar dat ben ik nog steeds, hoor. Ja. En ik heb hier een kooi, en in deze kooi zitten gele koortsmuggen, Aedes aegypti. Een kleine 200 stuks, 150 stuks, denk ik, zoiets. En wat ik ga doen, is ik ga dus mijn vers product, wat in Nederland te kopen is bij allerlei drogisten, 6,95 betaalt u hiervoor. En dan kunt u zien hoe goed u beschermd bent als u naar, weet ik waar naartoe gaat, als u dit draagt. Kijk. Het is gewoon... Dus dit is gewoon troep. Dit is gewoon echt onethisch dat dit soort producten verkocht mogen worden op de Nederlandse markt. Sorry? Schijnveiligheid. Ja, schijnveiligheid. En die schijnveiligheid hier in Nederland zou ik zeggen, nou weet je wat, als ik hier gewoon op de camping zit en ik heb wat muggen rondvliegen, is dat niet zo erg. Want ik kan daar geen ziekte van krijgen. Maar er zijn genoeg mensen die ik ken, die zeggen van, ik ga toch niet die malaria-pillen slikken als ik naar de tropen ga. Allemaal die chemische troep in mijn lichaam, dat wil ik niet. Dus ik neem gewoon dit soort bandjes mee. Ja, en dan loop je dus wel degelijk een risico op besmetting met een potentieel dodelijke ziekte. Ja, dus dit mag blijken dat dit in ieder geval helemaal niets doet. Dit heb je overleefd. Dit zijn niet geïnfecteerde muggen. Ja. Nee, dat zijn vrouwtjes. Mannetjes. Nee, de vrouwen geven de problemen hier hoor. Mannetjes bijten niet. Goed, volgende. Geluiden met hoge frequentie. Ik heb hem hier op mijn telefoon staan. Ik zal het even laten zien. Waar zijn we? Deze. Ik heb hier een app. Die kun je kopen voor €2,69 in de App Store. En die heeft een hoogfrequent geluid. Kun je het horen? Ja, op oudere leeftijd hoor je dat iets minder, moet ik erbij zeggen. Hoor je hem? Zij hoort hem wel, hè? Hier. Dus dit is een geluid. Dit is een geluid van, in dit geval, 7 tot 9 megahertz, noemen ze dat. Ja, dat zal wel kilohertz zijn, denk ik, maar goed, er staat megahertz. Dit zijn geluiden die, waarvan je kan dit kopen en dan wordt gezegd, van dan heb je dat op je telefoon of je legt dat naast je bed en dan hou je die muggen op afstand. Dus geluiden met hoge frequentie houden muggen op afstand, omdat ze het geluid van een mannetjesmug nabootsen. Wie denkt dat? Niemand. Of dat ze het geluid van een libel nabootsen. Wie denkt dat? Nee? En of ze werken niet? Iedereen dus. Oké, heel goed. Nou, ze werken inderdaad niet. Nou, ik laat nu een heel kort stukje film zien.
hierover, waar ik hem vasthoud. Net zoals bij dat bandje wat ik net liet zien, maar dat is al iets verder in de film. Dan kun je zien wat daarmee gebeurt. Nou, dit zijn ze. Ik kan ze ook als USB-stick kopen. Stop ik ze in mijn laptop en de producent ervan die claimt dat in een straal van 6 meter, rond waarom jij zit te typen, dat geen mug jou zal lastigvallen. Erg mooi product. Nou, en dan zie je hier, dit is hem dan. Hier staat een geluid van 15.000 hertz op mijn telefoon. Hetzelfde verhaal. Nou ja, dat is overduidelijk. Dus dit is, hier hoef je ook niet over te publiceren, je hoeft dit alleen maar te laten zien en dan weet men van oké, dit werkt dus echt helemaal niet. Dus wat er eigenlijk moet gebeuren in Nederland, er moet wetgeving komen in mijn optiek over welke producten wel en welke producten niet op de markt mogen zijn. Zeker op het moment dat we straks vestiging hebben van dit soort exotische muggen die mogelijk ziekte kunnen overdragen, dan wordt het echt noodzaak dat we gewoon alleen maar die producten toelaten die ook echt werken. Alles wat discrimineert, alles wat te maken heeft met seks, allemaal dit soort apps, die mogen niet in de App Store. Ik vraag me serieus af, van waarom mogen dit soort apps dan wel in de App Store? Totaal onethisch dat dit verkocht wordt. Nou, wat werkt er wel? U kent de bekende producten, onder andere Date, maar ook Picaridine, IR3535 en eucalyptusolie. Dat zijn goed werkende middelen die jij lange tijd bescherming zullen bieden als jij op een gegeven moment ergens zit en je hebt geen bescherming vanuit een klamboe of wat dan ook. 20% is 20% actief ingrediënt. Ja, dus 20% van het aandeel wat je smeert is deze werkzame stof. Ja, date natuurlijk altijd oppassen met kleine kinderen. Moet eigenlijk niet op kinderen gebruikt worden. 20% van wat je opsmeert wordt geabsorbeerd door de huid. Komt in de bloedbaan terecht en dan wordt van gezegd dat bij langdurig gebruik er neurologische problemen kunnen optreden. Maar goed, als je 2 weken op vakantie gaat, gewoon lekker eventjes bij zonsondergang smeren. Niks aan de hand, komt helemaal goed. Mijn laatste slides. 1 slide nog. Hier heeft hij over gelezen, dat is de DNA-rommel. De laatste slide is de DNA-rommel. Want we proberen nu dit soort problemen te gaan aanpakken met genetische bestrijdingsmiddelen. Moderne biotechnologie zijn we aan het inzetten om deze problemen aan te pakken. Waarom doen we dat? Dat heeft er alles mee te maken dat, ook al geef ik iemand een klamboe in Afrika, dat is leuk en aardig, maar op het moment dat ik die malaria voor een groot deel onder controle heb, dan denkt die persoon, ja die klamboe, dag, ik ga er niet onder liggen, het is veel te warm. Ik gebruik hem niet. Of... weet je wat, ik ga die klamboe omdraaien en ik ga naar de rivier en dan kan ik ermee vissen. Dat gebeurt ook. Of ik verknip hem en ik maak een mooie bruidsluier. Of ik gebruik het gaas van de klamboe voor hernia-operaties. Het gebeurt, geloof het of niet. Afrikanen zijn heel inventief als het op het gebruik van klamboes aankomt. Dus die klamboe wordt voor van alles en nog wat gebruikt. En zeker als malaria gewoon bijna weg is, dan hebben mensen weinig interesse om hem nog te gebruiken. Dus wat denken we dan? Weet je, als we nu zonder mensen het probleem kunnen oplossen, waaronder muggen loslaten die genetisch gemodificeerd zijn, dan kunnen we wellicht het probleem zelf wel aanpakken. Nou, dat gebeurt op verschillende manieren. Dat gebeurt eigenlijk op twee belangrijke methoden. De eerste is dat we de populatie van wilde muggen gaan vervangen door een populatie van muggen die geen ziekte meer kunnen overdragen. Het is population replacement. Het wordt een andere soort populatie. En de andere methode, andere genetische methode, is dat we de populatie aanpakken zodat die crasht. Dat er uiteindelijk gewoon veel minder muggen rondvliegen en daardoor minder overdracht van ziekte. Mooi voorbeeld van de eerste is het gebruik van Wolbachia. Wolbachia, dat is een bacterie, een endosymbiont, dus die leeft in de cellen van die mug. En zorgt ervoor dat het knokkelkoortsvirus zich niet kan ontwikkelen in die muggen. Dus eigenlijk wat ik moet doen, is ik moet ervoor zorgen dat die Wolbachia, dat iedere mug in de populatie die bacterie krijgt. En dan zijn ze allemaal refractair, kunnen allemaal niet meer het virus ontwikkelen. Nou, er zijn al proeven mee gedaan in Australië, in het noorden van Australië, in Cairns. Zijn die beesten in grote getalen losgelaten. En die gaan paren met andere muggen en dan wordt die Wolbachia wordt doorgegeven. Sterker nog, op niet-mendelische wijze. Dus niet dat de helft van het nageslacht het krijgt, maar een groter deel. En dat is wel een heel ander proces. Maar goed, de populatie raakt over de tijd verzadigd met die Wolbachia. En dan kunnen die beesten geen ziekte meer overdragen. Is dat een dominant kenmerk? Nee, dat is geen dominant kenmerk. Het gaat via cytoplasmatic... dan moet ik het tweede woord, dat is toch alweer. Cytoplasmatische... Ik ben het even kwijt. Het punt is dat op het moment dat een mannetje geïnfecteerd is en een vrouwtje ook, krijgen ze alle 2 nakomelingen met Wolbachia, is het mannetje
niet geïnfecteerd en het vrouwtje wel, gaat het ook goed. Krijgt alle nageslag Wolbachia, maar andersom niet. Dus dan krijg je geen, dus alleen de vrouwtjes die geïnfecteerd zijn, dan gaat het heel snel. Dus het gaat veel sneller door de populatie heen. Geen idee wat dat samen allemaal voor elkaar geeft. Maar het gaat goed samen. Eigenlijk 60% van alle insecten wereldwijd hebben Wolbachia al automatisch in zich. In dit geval is het zo dat men Wolbachia heeft ingebracht. Men heeft Wolbachia geïnjecteerd in deze muggen en een lijn gekweekt van muggen waarbij ze het allemaal hebben. En dat gaat goed. En bij toeval kwam men erachter dat die Wolbachia ook het dengue-virus tegenhoudt. Toeval. Nou, het tweede is dan, en dit is echt genetische modificatie, is dat men een gen heeft ingebouwd in muggen. Dat als men deze muggen loslaat en die paren met wilde vrouwtjes, dan zit er een systeem in, dat op het moment dat die mug in aanraking komt in het larvale stadium, in het water, met tetracycline, met een antibioticum, dan wordt het systeem niet aangezet, dan kan het gewoon allemaal groeien. Wordt dat in de natuur nagebootst, dus komt op een gegeven moment zo'n larve in een poeltje water waar geen tetracycline in zit, dan wordt er een systeem aangezet, dan gaat een gen gaat om en dan gaat het beest eiwitten produceren waar ze zichzelf mee om zeep helpt. Dus nou, kun je online daar naar gaan zoeken. Er zijn heel veel ethische problemen hiermee. Het is een bedrijf dat heet Oxitec, komt uit Oxford, zit nu in Zuid-Amerika. In Centraal-Amerika probeert men het ook te gaan doen, maar er is heel veel oppositie. Mensen zeggen, ik wil geen genetisch gemodificeerde muggen in mijn achtertuin hebben rondvliegen. Dus die Amerikanen zeggen, doe het eerst maar in Engeland en dan kom je nog een keer terug. Dat gebeurt echt. Heel interessant om te volgen. Het punt wat ik hier probeer te maken is, men is op allerlei manieren aan het kijken van hoe kunnen we heel vernuftig deze beesten toch het leven zuur maken, in plaats van maar gewoon met DDT te gaan spuiten. Maar dat is met die endosymbiont dus niet. Je brengt daar dus veel meer Ja, die endosymbiont, dat noemen we zelfs biologische bestrijding. Dat is geen genetische bestrijding, dat is biologisch. Nou, het punt is, dat is men nu ook in Brazilië aan doen, diezelfde Wolbachia, in Indonesië, in Vietnam. En het probleem is, voor het eerst kwam dat een paar jaar terug al in Indonesië, geen verzadiging van de populatie. 80% van de populatie heeft Wolbachia. Wat gebeurt er dan? Er is dus blijkbaar iets wat niet klopt. In Cairns, daar kwamen we erachter dat op een gegeven moment die beesten nogal een beetje lui zijn. Dus ze verplaatsen zich niet erg ver. Dus als ik een driebaans highway heb, dan heb ik aan deze kant heb ik alle muggen verzadigd met Wolbachia. En aan de overkant van de highway eigenlijk bijna niks. Dus dat betekent dat ik nu overal die muggen moet gaan uitzetten. En dat levert een logistieke uitdaging op. Dus het is in ontwikkeling, maar we zijn er nog niet. Goed. 3 minuten over tijd. Ik ben klaar. Ik ben klaar, dus we kunnen nu vragen gaan beantwoorden. Deze ligt er, die hebt u net gezien. En één heeft hem gewonnen. Deze komt eraan in de zomer. En dat gaat eigenlijk meer over de materie waar we over gesproken hebben. De globalisering van dit soort ziekten. En waaronder Zika, dat is natuurlijk een heel belangrijk mooi voorbeeld. Dat was het. Dankjewel. Vragen. Ik zou zeggen van niet. Er komt ook ieder jaar in de zomer, want dan is komkommertijd in het nieuws. Dus dan denkt men van ja, waar gaan we nu weer over schrijven? Dan is er altijd alweer een journalist die gaat schrijven, weer een vernatting van een gebied. Dus we gaan malaria terugkrijgen in Nederland. Never. Het gaat gewoon niet gebeuren. Waarom gaan we geen malaria terugkrijgen in Nederland? Ons gezondheidssysteem is namelijk zo goed ontwikkeld. Op het moment dat meneer terugkomt met malaria ergens vandaan, en de buurvrouw zou toevallig geïnfecteerd raken doordat Nederlandse muggen die parasiet weten over te dragen. Binnen 1-2 gevallen weten we wel dat het malaria is. En kunnen we lokaal gewoon het probleem aanpakken, intensieve muggenbestrijding, mensen allemaal behandelen, de omgeving behandelen en dan is het probleem opgelost. Voorbeeld, ieder jaar in de Verenigde Staten komen meer dan 1100 mensen, reizigers, met malaria-parasieten in het bloed terug vanuit de troop, infecteren lokaal muggen, hebben vaker lokale uitbraakjes van malaria in de VS, wordt allemaal resoluut opgelost. Waarom is dat makkelijk? Dat is namelijk makkelijk omdat of die malaria-parasiet komt voor het meneer, of in de mug. En verder nergens. Er is geen reservoir van die parasiet elders. Dat is een ander verhaal voor dat West Nile-virus van hem.
Want die virussen die vind je vaak ook in natuurlijke populaties van met name vogels. Dus op het moment dat ik een West Nile virus in Nederland heb, dan kan ik muggen gaan bestrijden, maar dat virus dat waart ook rond in mijn vogelpopulatie. Dus dan is eigenlijk het wegkrijgen wordt dan vrijwel onmogelijk. En dat is dus ook de reden waarom we zo'n tijgermug en die gele koortsmug, dat soort muggen moet je absoluut proberen weg te houden uit je land. Want die brengen echt grote problemen. Zo'n 30 jaar geleden zijn hier in Nijmegen begonnen met aanknopingspunten zoeken om te vaccineren. Ja. Is de vaccinatierichting helemaal vergeten? Nee hoor. Nee. Aan de overkant van de straat, daar gebeurt een hele hoop op dit moment. Dus het is zo, ze werken aan transmissieblokkade vaccins aan de overkant, het UMC. Daar zijn hele grote stappen voorwaarts gemaakt in de afgelopen 10, 15 jaar. Punt is, we hebben nog steeds geen vaccin wat we al in het veld kunnen inzetten. En er is sowieso nog geen commercieel vaccin. Er zijn twee belangrijke kandidaten. Eén is het zogenaamde RTS6-vaccin. Dat is een recombinant vaccin. Daar halen we 30% mee, 30% bescherming. En het probleem daarbij zit er niet zozeer in dat het maar een lage bescherming is, maar het probleem zit erin dat als ik een kind wil vaccineren, dan moet ik 4 shots geven. In maand 1, maand 2, maand 3 en een booster shot in maand 18. Dus, en die kosten ieder $5 het stuk. Mis ik de booster shot, is de bescherming vrijwel nul. Dus ik heb een duur vaccin, per kind kost het $20. Ik geef maar gedeeltelijke bescherming. En het probleem zit erin dat ja, in die dorpjes geen adres, geen huisnummer. Ik moet die mensen proberen te recruteren voor mijn vaccinaties. Dus dat is een logistieke hele belangrijke uitdaging om dat uit te rollen. Op dit moment wordt het bij 300.000 kinderen in Ghana, Kenia en Malawi wordt het nu getest om te kijken of we dat goed kunnen doen. Het tweede vaccin is een vaccin met een levende parasiet. Dus daar gebruiken we de sporozoïde, het infectieuze stadium van de malariaparasiet, en daar word je mee gevaccineerd. Het interessante daarvan is, we gebruiken het hele organisme, waardoor de immuunrespons van jou is niet op één eiwit, niet op één proteïne, maar op het hele organisme. Dus je krijgt een vele volwassenere immuunrespons en daardoor een vele betere bescherming. Het probleem daarvan is ook weer een logistiek probleem, want de enige plek waar we die sporozoïde kunnen oogsten, is in de speekselklieren in de mug. Dus ik moet een mug ontleden, dan moet ik de speekselklieren uitvissen, en daar moet ik de sporozoïde uithalen en daarmee kan ik u vaccineren. We hebben nog geen manier om in vitro sporozoïde te kunnen kweken in grote aantallen. Als je dat wel hebt, dan ben je zover dat je op grote schaal een heel goed werkend vaccin hebt. Want die sporozoïde die maken we dan eigenlijk dood door bestralen met nucleaire energie. Dus het genetisch materiaal wordt door elkaar gehutseld, waardoor die niet meer in de lever kan infecteren. Ja, nee, dat klopt. En dan doe ik de eerste en dan ben ik 10 jaar bezig. En dan zeg ik op een gegeven moment van ja, dat werkt eigenlijk niet zo goed. Dan doe er maar een tweede bij, dan ben je weer 10 jaar verder. Dus die ontwikkeling die gaat heel langzaam. Omdat voor ieder target wat je wilt gaan doen, moet je door fase 1, fase 2, fase 3 heen. En dan komen we op 30% en dan zeggen ze nu, ja dan weet je, dan gaan we nog eentje aan toevoegen. Maar dan moet je weer terug naar de tekentafel en dan ben je weer 10, 15 jaar verder. Plus 1,2 miljard. Want het vaccin wat we nu hebben heeft 1,2 miljard gekost aan ontwikkelingskosten. Dus het is een dure business. Hele dure business. In mijn optiek is het zo, we hebben in meer dan 100 landen hebben malaria uitgegroeid zonder vaccin. Dus de blueprint over hoe we het kunnen doen en zouden moeten doen, die is er ook zonder vaccin. Een vaccin is zeer welkom, zeker, maar in mijn optiek moet het ook de zonder kunnen. Nog iemand? Deze mug ook makkelijk te kweken, in de zin van dat je daar grotere hoeveelheden, grotere concentraties van kunt maken, en dat je daar dus ook zeg maar bedreigingen mee kunt uitvoeren, en bijvoorbeeld de energieproblematiek kunt oplossen. De wat voor problematiek? De energieproblematiek. Als de helft van de mensen doodgaat, ja dan... Op die manier. Dit is een vraag, die komt keer op keer komt deze vraag terug, en het is een hele relevante vraag. Het is een hele relevante vraag, maar ik heb er een antwoord op. In mijn optiek is het namelijk zo, dat als we even teruggaan in onze eigen geschiedenis, West-Europa. We hebben op een gegeven moment eind 19e eeuw industriële revolutie. Wat gebeurde er? Door die industriële revolutie kregen mensen meer inkomen. Wat gebeurde er? Begin 20e eeuw hadden wij nog gezinsgrootte van gemiddeld 9,
10, soms meer kinderen. Als gevolg van deze ontwikkeling, mensen kwamen uit hun armoede. Wat zagen we gebeuren? Gezinsgrootte. En nu zitten we onder de 2. Dus het gemiddelde aanwas. Dus we zijn nu aan het afnemen in populatiegrootte. In mijn optiek is het zo dat de kans van slagen van family planning in ontwikkelingslanden wordt juist verhoogd door het aanpakken van dit soort ziekten. Met andere woorden, als ik als boer daar in Kenia leef en ik krijg 2 kinderen en ik weet dat deze kinderen het gaan redden, krijgen ze A, beter onderwijs, het gaat allemaal gebeuren, betere voeding, want ik heb hetzelfde voedsel te verdelen over een paar kinderen. Dus de kans op leven. En dan hoef ik geen 3 en 4 en 5 en 6 meer. En dat zien we al gebeuren in de urbane omgeving, in Dar es Salaam, in Nairobi, in Addis Ababa, allemaal dit soort grote plekken. Daar zien we al dat gezinsgrootte al een kelder is. Mensen krijgen een betere levensstandaard en gaan acuut minder kinderen krijgen. Dus mijn hoop is er eigenlijk op gevestigd, hoe beter we niet alleen malaria, maar ook HIV en allerlei andere ziekten aanpakken, hoe sneller we die 10 miljard, gewoon dat plafond bereiken wereldwijd, en het daar kunnen houden. Dat is de hoop. Ja, er zijn ook wel wat voorbeelden van bekend. We hebben in het verleden hebben we ook biologische oorlogsvoering gevoerd met insecten bijvoorbeeld. De Japanners hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld met vlooien besmet met de pest. En die werden dan in grote kruiken met wol, zat dan vol met vlooien, en die werden uit vliegtuigen gegooid boven China. Dus boven dorpen werden gewoon vlooien uitgestrooid met de pest erin. Dus biologische bestrijding is iets waar we, nou ja, ik denk dat als je gaat praten in termen van ISIS en allemaal dat soort zaken, dat mensen dit zouden gaan doen. Ik zie dat nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Je hebt daar hoogwaardige technologie voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Goed. Heel goed.